Nou ja. Ja, een beetje astondlucht, ja. Combineer die geur met een vleugje anijs en wasverzachter en je neus waant zich in een ecstasy-lab. En dat gaan inwoners hier de komende weken leren. Dat is geen koeienvlaai die ik nee, ruik. Nee. Nou, en dit is dan een cocaïne wasseretter. Het blijkt gewoon dat ook in vijf verenlanden ja, dingen gebeuren die niet moeten, die niet mogen gebeuren, maar ze gebeuren wel. En met de incidenten in buurdorp Hoevenhaag in het achterhoofd vinden ze het hier in Hagestein goed dat de gemeente voorlichting komt geven. Ja, dan ben je wel even extra alert en van ja, gaat er nog meer gebeuren of wat dan ook. Je loopt er natuurlijk altijd zomaar langs heen. Ik bedoel, dat valt niet op. En ja, nu word je erop geagendeerd. Met de ondermijningsbus legt de gemeente uit hoe de onderwereld probeert te opereren in onze maatschappij. En dit is een mislukte drugslab, want die is gewoon ontploft. Zeker omdat criminelen steeds vaker uitwijken naar het buitengebied. Ja, worden mensen benaderd van, hey, ik wil die loods van je huren. En als je één keer ja hebt gezegd, dan kom je er nooit meer vanaf. Dus het advies ook hier is van, komt er zo iemand aan de deur? Nee, en nee is ook een antwoord, maar blijf daar gewoon in volharden. Vermoed je dat iets niet klopt, meld het dan. Maar of ze dat hier gaan doen? Je wil ook niet dat ze dan bij jou weer verhaal komen halen. Mijn man is dan meer in thuis. Als hij iets vreemd ziet, een vreemd persoon of iets anders, dan meldt hij het altijd. Als het me erg zou opvallen, ga ik het wel melden, ja. En dat is precies de bedoeling. Kom mensen, melden. De grootste boodschap is gewoon bewustwording en het willen en blijven melden van vreemde zaken.